We praten met mevrouw Smeers van de N-VA over heel de vluchtelingenproblematiek. Daar zijn een paar vragen over gesteld in het parlement. Mm-hmm. Ja, eerste punt is natuurlijk, het is niet Vlaanderen dat de zaak in gang heeft gezet, maar eigenlijk de federale staatssecretaris voor asiel en migratie, Sami Mehdi. En u bent daar eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, niet zo heel tevreden over. Nee, en ik ga dat verduidelijken. Natuurlijk, zowel het Belgische niveau als het Vlaamse niveau moeten nu om met die stroom van vluchtelingen. Wie daar de schuld van is, is natuurlijk Poetin die oorlog gestart is. Dat is duidelijk. Maar het is voor ons wel een fundamenteel foute keuze geweest van Sami Mehdi om die stroom aan vluchtelingen niet via de normale opvangprocedure te laten verlopen. Al dan niet versneld, dat is in het verleden nogal gebeurd. Met Syriërs bijvoorbeeld, dat zij sneller, maar wel in de normale opvangprocedure terechtkwamen. Nu is er die soort van noodprocedure, waardoor ze meteen het statuut van erkend vluchteling eigenlijk krijgen, met alle rechten die daarbij horen, onder andere een leefloon. En dat ziet u toch een beetje dwars, dacht ik. Wel, omdat dat allemaal zo snel gaat natuurlijk. Dus dat apart statuut van tijdelijke bescherming zorgt ervoor dat de Oekraïners die hier toekomen eigenlijk onmiddellijk op onze woningmarkt gehuisvest moeten worden. Ze krijgen wel onmiddellijk een leefloon. Dat is ook iets. Een druk op onze OCMW's is er ook. Maar allemaal heel snel, zonder dat we ons daar terdege op hebben kunnen voorbereiden. En dan is natuurlijk nu de terechte vraag, ja, maar als die allemaal een leefloon krijgen, wat zo is, ja, moeten wij die dan opvangen zonder dat daar iets tegenover staat? Wij is dan de Vlaamse overheid, maar die vragen dan natuurlijk aan de steden, aan de gemeenten, aan de burgemeesters en de OCMW-voorzitters. Maar in wezen wil u ook dat dat leefloon dat federaal bepaald wordt, in de Kamer hier recht tegenover, dat dat eigenlijk niet voor die mensen uit Oekraïne zou gelden. U denkt aan een ander systeem, dat we dan samenvatten met, wat is het, bed, bad, brood. Het klinkt een beetje vreemd. Maar dat is eigenlijk het normale systeem. Dat is het systeem dat de huidige federale opvangwet bepaalt. Dat is al een tijdje zo veranderd. Vroeger kregen mensen financiële steun, maar dat is zelfs onder Magie de Blok veranderd. De opvangwet zorgt voor opvang, het woord zegt het zelf, maar zorgt er dan voor dat mensen niet die financiële vergoeding moeten krijgen, maar die materiële vergoeding, bed, bad, brood. En dat is een stuk minder dan het leefloon bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk, daar kan je eigenlijk geen equivalent tegenover zetten in euro's. Dat is die materiële steun die mensen krijgen in afwachting van hun verblijfstatuut. En dat is nu helemaal omgegooid, hè. Direct een verblijfstatuut, geen materiële opvang, wel een leefloon. Maar dan is het wel, die mensen moeten dan beginnen zoeken. En waar komen die terecht? Ja, in de verschillende steden, aan de verschillende balies van de bevolkingsdienst van onze steden. En die moet u dan, u bent zelf actief in Aalst, als ik het me niet vergis. Ja. Ja, dan moet u die allemaal opvangen. Nu, als die een leefloon krijgen, van, dat kan variëren van 1000 tot 1500 euro, naar gelang het gezin is, et cetera. Voilà, maar goed, u biedt ze wel, als het kan, een woning aan. Nu zegt u, daar zou toch een billijke vergoeding mogen tegenover staan. Dat klinkt wat vreemd. Die vluchteling moet dan gaan betalen om te worden opgevangen. Nee? Ik denk eigenlijk niet dat dat vreemd klinkt. Ik merk wel, en dat merken we allemaal, dat er een heel grote solidariteit is in Vlaanderen. En dat is heel goed. Maar ik denk dat we voorzichtig moeten zijn. Vlaanderen kreunt onder die coronacrisis. Er zijn heel veel horecazaken failliet gegaan. Andere zelfstandigen die het zeer moeilijk hebben. Daarbij nog eens die hoge energiefacturen. Dus die solidariteit moet wel blijven duren, want die oorlog zal morgen ook nog niet gedaan zijn. En dan denk ik eigenlijk dat het vrij rechtvaardig is als je zegt, mensen krijgen een leefloon, zoals heel veel andere mensen in Vlaanderen. Maar met dat leefloon moeten ze dan natuurlijk zelf instaan. Laten we het concreet maken. Als u, opvang, als u naast een woning, wat dan ook, of een noodwoning desnoods ter beschikking stelt, dan zouden ze daarvoor moeten betalen. Dan gaan wij huur hoeveel, vragen. Ja. Hoeveel zou dat dan kunnen bedragen? Want ze kunnen toch ook niet oneindig in hun portefeuille gaan tasten? Nee, maar dat zal niet anders zijn dan dat de huidige leefloongerechtigden bij ons betalen. Als dat een sociale woning is, zal dat het sociaal tarief zijn dat nu ook geldt. We hebben ook een systeem voor noodwoningen. Ja. In Aalst is dat zo, waar ik zelf schepen ben, maar dat is in elke stad zo. En dan, daar wordt ook een vergoeding voor gevraagd.
Maar ik denk ook wel dat, dat niemand dat in vraag stelt. Gaan die vluchtelingen, denk ik mij, of een moeder uit Oekraïne die met haar kinderen hier komt, krijgt dan een loon, krijgt opvang, maar moet dan betalen. Dat is een soort vestzak-broekzak-operatie op de duur. Ze zullen wel nog iets overhouden van het leefloon. Dat is nu ook zo. Het is inderdaad zo, dat varieert tussen de 1000 en de 1500 euro, al naar gelang je alleenstaande bent. Een gezin hebt of gezinslast draagt. Dus in het hoogste geval is dat een kleine 1500 euro. De sociale huurprijzen die zijn belangen zo hoog niet. Dat is iets van een 300 à 400 euro. De prijzen op de reguliere woningmarkt die zijn natuurlijk hoger. Ja. Maar dat is voor iedere Vlaming zo. Ja. Dus ik blijf erbij. Ik denk als je dat rechtvaardigheidsgevoel niet al te hard wilt tarten. En als je die solidariteit in Vlaanderen wil houden, niet alleen op korte termijn, want het is nog maar nieuw en dan zie je dat altijd, dat iedereen wel in de bres wil springen. Maar dit kan maanden en jaren duren. Als we dat het hoofd willen kunnen bieden, dan gaan we wel van in begin duidelijke afspraken moeten maken. En ik denk eigenlijk dat niemand daar een probleem heeft. U heeft het zelf gezegd, denk ik. We moeten het hart hoog houden, maar het hoofd koel. We moeten daar goed over nadenken. Maar tegelijk dreigt er een zeer grote stroom op ons af te komen. Men spreekt nu over noodopvang, containers, noodwoningen, noem maar op. Gaan we daar wel klaar mee kunnen zijn? We willen dat misschien wel allemaal, maar de tijd speelt in ons nadeel. Wel, en dat is natuurlijk wat wij een beetje hekelen natuurlijk. Als je, en dan keer ik terug naar mijn eerste punt. Als we de tijd hadden gekregen om daar rustig het hoofd aan te bieden, dan had dat iets comfortabeler. Nee, maar daarmee wil ik zeggen, hadden die mensen via de asielprocedure eerst collectief in onze bestaande opvangcentra kunnen wachten op die juiste hulpverlening, op die juiste toewijzing van een woning, dan had dat iets comfortabeler geweest. Maar kijk, het is wat het is. Ik hekel dat, maar ik geef ook niet alle schuld aan Mehdi. Die moet ook maar doen wat hij doet. Al hoop ik en ik hoor dat ze op het federale niveau dat wel in vraag aan het stellen zijn of we toch niet nog naar een ander systeem van vergoeding gaan. Nu, de steden en de gemeenten zijn bezig om ervoor te zorgen dat die gezinnen waar ze het best gehuisvest worden, individueel, in een private woning. En dat gaat wel lukken, denkt u? Wel, en ze zijn in afwachting daarvan. Heel concreet worden nu leegstaande kloosters, leegstaande rusthuizen in gereedheid gebracht. Bij ons zeer concreet ons vaccinatiecentrum, dat eind maart de deuren toedoet, kan nu direct omgevormd worden naar een noodopvangcentrum. Ja. Daar zie je dan de ene crisis van corona, de andere crisis van de vluchtelingen ontmoet en zo misschien nog een oplossing kan bieden. Maar het werk is duidelijk niet af. Nee. In alle geval mag ik u bedanken voor het gesprek dat we hier samen gevoerd hebben, mevrouw Smeers. Heel graag gedaan.